Welkom bij een nieuwe aflevering van FC Afkikken, de voetbalquiz voor de Voedselbank. En het is de eerste aflevering met twee trainers tegenover elkaar. Daar kwam ik net pas achter, dus Willem Wijs en ja, Mike. Ik moest een beetje afleiding hebben, Willem, dus ik denk doe even mee. Of is Mike misschien ook een trainer? Dat weet ik niet. Nee. Ik ben geen trainer, nee. Liefhebber. Okay. Toeschouwer, heel goed. Ja. Ik ga je even uitleggen. Het zijn drie rondes. Eerste ronde is trivia. Tweede ronde zijn spelerspaspoortjes. En ronde drie is de finale vraag. En die finale vraag wordt gespeeld door de twee beste deelnemers. Dus na ronde twee valt er ook iemand af. Even huishoudelijke mededeling. Mocht je het antwoord weten op een vraag, eerst je naam roepen. Dan krijg je van mij de beurt. En dan mag je het antwoord geven. Want anders wordt het een gekhuis. Dan gaat iedereen door elkaar roepen. Dus dat moeten we niet hebben. Zijn jullie er klaar voor? Yep. Yes. Ja, oh, zeker. Ja, ik ben klaar voor. Ook voor de mensen. Je mag één keer dus een antwoord geven. Ik heb dus al meegehad dat mensen dachten dat je dan steeds mag blijven raden. Eén keer een antwoord geven. Een strenge regel, hè? Ronde 1, vraag nummer 1. Iedereen klaar voor? Zeker. Ja. Oké. Hoe heet de algemeen directeur van FC Cincinnati? Rogier. Ja, Rogier. Dat is Gerard Nijkamp. Dat is goed. Keurig. Ben ik al door? Sorry? Ben ik al door? Nee. Nee, zo snel gaat het niet. Waar werd de Champions League finale van 2015 afgewerkt? Mike. Ja? München? Nee. Willem. Ja? Moskou? Nee. Wil je hier nog een gok doen? Die gaat het googelen nu. Ja, die is maar googelen. Nee? Madrid doe ik. Nee. Nee, je was heel dichtbij. Even kijken, wie zei München? Ik, Mike. Nee, het was Berlijn. Oh, Berlijn, ja. En voor de mensen... Barcelona, Juve. Ja, heel goed, 3-1. Juve, ja. Heel goed, Mike. Dat het al wel? Helaas geen punten. Vraag nummer 3. Welk vak oefende Ron Jans uit voordat hij voetbaltrainer werd? Rogier. Ja. Mike. Oh. Zeg maar, Rogier. Leraar. Ja, is goed. Willem. Hi. En nu leraar Duits. Inderdaad, hoor. Het is een beroep, hè? Leraar Duits, inderdaad. Vraag nummer 4. Wie is dit seizoen de hoofdsponsor van ADO Den Haag? Mike. Ja. Cars Jeans. Maar goed. Vraag nummer 5. Wie versloeg Ajax in de halve finale van de Champions League in het seizoen 94-95? Willem. Ja, Willem. Bayern München. Helemaal goed. Doet hij goed. Nou, ook iedereen van de nul af. Dat is een lekker gevoel. Dat is fijn. Vraag nummer 6. Aan welke club werd Giovanni van Bronckhorst door Feyenoord verhuurd voordat hij bij de Rotterdammer kwam? Ja, Mike. RKC Waalwijk. Ja, is goed. Mike was net iets sneller, Rogier. Er zit vertraging op bij mij, hè? Nee, hè? Vraag nummer 7. Bij welke Portugese topclub stond Ricky van Wolfswinkel onder contract? Rogier. Mike. Willem. Rogier. Sporting Lissabon. Is goed. Zit er bovenop, jongens. Vraag nummer 8. Hoe heet het stadion van Borussia Mönchengladbach? Nee. Niemand? Borussia Park. Zo lastig. Ja. Een stinkertje. Montpellier werd in 2012 tot iedereens verrassing kampioen van Frankrijk. Wie was de topscorer van het team? Mike. Ja? Chamac? Nee. Nee. Oh. Nee. Olivier Giroud. Oh. En vraag nummer 10, dan is dit de eerste ronde alweer op. Bij welk MLS-team speelde Kaká? Rogier. Orlando FC. Ja. Zit de eerste ronde erop. Rogier 4 punten, Mike 2 punten en Willem 1 puntje. Gaan we door met ronde nummer 2. Dat zijn spelerspaspoortjes. Eigenlijk hetzelfde principe.
Je mag me onderbreken tijdens het spelerspaspoortje. Dan moet je je naam roepen. En dan wel binnen 2 seconden het antwoord geven. En ja, anders kan je gewoon afwachten tot het hele spelerspaspoortje afgelopen is. De eerste. Joep. RBC, Haarlem, Heracles, Utrecht, Maritimo Funchal, Willem II. Ook hier. Ja. Mitchell van der Gaag? Nee. Wacht, ik dank je. Even af. En hij eindigt zijn carrière bij Heracles Almelo. Dus ik doe hem nog een keer. RBC, Haarlem, Heracles, Utrecht, Maritimo Funchal. Mike. Ja? Douglas? Heel goed. Heel goed. Liverpool, Real Madrid, Newcastle United, Manchester United, Stoke City. Mike. Ja? Woodgate? Nee. Nee, Owen. Oh shit. Rogier. Owen. Ah, nee. Nee, geef ik het al weg? Ja, Rogier was net een keer, hè? Ja, Michael Owen. Ja, is goed. Ja, tuurlijk. Michael Owen. Graag gedaan. Volgende. Telstar, AZ, Kampioenarese, Boavista. Mike. Rogier. Mike is eerst. Hasselbank. Ja, is goed. Las ik nog iets over in de VI. Er zijn nog 2. SVV, Excelsior, Sparta, Ajax, Milan, Barcelona, Chelsea. Mike. Ja. Willem. Morgana. Mike, heel goed. En de laatste. AZ, Lazio Roma, Southampton, Celta de Vigo. Willem. Ja, Willem? Goed. Heel goed, Willem. Even een beetje de eer redden aan die laatste vraag. Nee, dat was heel dramatisch. Het was, ik moet zeggen, dit is tot nu toe de aflevering waar de meeste punten zijn gescoord. Het niveau lag heel erg hoog. Ja, mooi. Mooi. Ja, maar daar heb je niks aan, hè, Willem, als je eruit gaat. Nee, inderdaad. 2 punten. Rogier had 5 punten. En dat geldt ook voor Mike. Dat betekent dat tussen Rogier en Mike nog een beslissingsvraag wordt gespeeld wie de finale het voordeel heeft. Wil je nog meemaken, Willem? Ja, zeker. Ik ben benieuwd. Komt-ie. AGOVV, FC Den Bosch, Vitesse, Augsburg, Wolfsburg. Rogier. Ja? Oh ja. Paul Vaag. Goed, ja. Rogier gaat door als degene met de meeste punten naar de finale. Willem, van jou gaan we afscheid nemen. Ik had graag nog even de finale willen zien, maar helaas. Nou, ik denk dat ik heel veel ruzie krijg met de persoon die dit nu gaat monteren. Maar als je hem heel graag mee wil kijken, kan je meekijken hoor. Nou, vooruit dan. Ik zal niks zeggen. Ja, Rogier, jij mag zo meteen beslissen. Ja. Of jij wil starten. Of dat je de beurt als eerste aan Mike geeft. Het gaat een opstelling. Het gaat om een opstelling. Over en weer. Dus om de beurt geef je een naam van de opstelling. Hoeft niet, zeg maar, zoals een trainer dat wil, vanaf de keeper beginnen tot aan de spits. Je mag gewoon mensen noemen die dag op het basisformulier stonden. Maar je mag beslissen nadat we de vraag hebben verteld aan je. Dus okay, top. Feyenoord won in 2002 de UEFA Cup door Borussia Dortmund te verslaan in de finale. Welke 11 spelers mochten er in de basis starten van Bert van Marwijk? Wil je starten? Ik begin. Geen naam. Pierre van Hooijdonk. Goed. Mike. Bosveld. Kees van Wonderen. Goed. Lees je nou voor van mijn plaatje? Nee, mijn geluid valt een beetje weg. Oké. Kees van Wonderen is goed. Mike. Thomassen. Is goed. Zonder Thompson. Rogier. Konteman. Is helaas niet goed. Nee. Dat betekent dat Mike wint. Oké. Okay. Ja. Ik zal hem even volledig oplezen. Soetebier, Gian van Wonderen, Pauwe, Raza. Bosveld, Onno. En dan voorin had je Kalou, Thomasson, van Persie en van Hooijdonk. Geen Bert Konteman. Helaas Rogier. Zo goed gespeeld. Ja. Ja. Maar het avontuur houdt voor jou op. Mike, je bent door naar de volgende aflevering. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Leuk. Thanks. Ja. Bedankt voor het kijken. Dankjewel.
Graag. Ik ga even mijn cursus werken weer, jongens. Ja, ik ook, Willem, want je moet wel. Bedankt voor het meespelen en tot de volgende aflevering, jongens. Dag. Oké. Okay. Tot de volgende keer.